Goedemorgen, welkom bij de webinar van de ploeg Meubelstoffen. Leuk dat jullie er allemaal zijn en kijken. We hebben een openbare chat hier naast ons. We vinden het altijd leuk als je meldt dat je er bent en van welke firma je bent. Mijn naam is Marit Schouten, naast mij zit Hajo en Maud. Dus welkom allemaal. Dan gaan we zo beginnen. Ik zie de eerste aanmeldingen binnenkomen. Marijke, Ellen, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken. We hebben een heel mooi programma klaarstaan waar we over textiel gaan vertellen, over ontwerpen, technische aspect, een interview met de stoffeerder en Maud gaat straks ook een beetje vertellen waar ze op dit moment aan werkt. Dus nou, ik zou eerst zeggen, hi, wil jij je eerst even voorstellen? Ja, ik ben dus Hajo Steeghuis en ja, een tijd werkzaam voor het werkteploeg. 20 jaar inmiddels. En ja, goed, ik ben dus commercieel verantwoordelijk bij het werk, de ploeg. En dan Maud zit ernaast. Ja, nou, ik ben dus Maud. Ik ben inmiddels ook een jaartje of 5 ongeveer werkzaam voor onder andere de ploeg. En ook voor Chemnix, werk op de ontwerpafdeling en het team. Ja, dat doe ik. Dus als jullie straks vragen hebben gerelateerd aan ontwerpwerk of dergelijke, dan kun je die gewoon stellen. Ja, dus mocht je al vragen hebben, dan kun je die alvast in de chat aan ons stellen. Aan het einde van de webinar gaan we die behandelen en gaan we met jullie in gesprek. Dus we vinden het vooral heel erg leuk om het interactief te houden. Dus stel de vragen gerust. Ik zie nog steeds wat mensen binnenstromen, dus ik zal misschien heel eventjes wachten met de presentatie om te starten. Dan kan ik mezelf nog even voorstellen. Mijn naam is Marit Schouten. Ik werk als interieurontwerper bij Artex en nou ja, ook nu een beetje als webinar host geef ik presentaties, trainingen over onze merken, omdat er, nou ja, we hebben op kantoor een hele mooie ontwerpafdeling. Er gebeurt heel veel, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe stoffen, kleuren en het is gewoon eigenlijk heel inspiratievol om te zien. Dus we willen jullie natuurlijk graag meenemen in de wereld van de ploeg en daarover gaan vertellen. Dus nou, dat gaan we vandaag eigenlijk doen. Dus mocht je tussendoor vragen hebben, stel ze gerust in de chat. Floor van Dorenmalen, onze andere ontwerper, zit ook in de chat, is aanwezig. Dus zij kan je helpen. Mocht je iets van technische problemen ondervinden, dan kan zij ze jou ook daarbij helpen. Belangrijk, misschien het geluid aanstaan voor iedereen, hè? Ja, Dat je dat het geluid hoort. moet het inderdaad goed doen. Een internetkabel helpt altijd. Of even een pagina refreshen is ook altijd een goed idee om ons beter te horen. We zullen ons best doen om hard te praten. En nou, we zitten wel in een hele mooie omgeving met allemaal ploegen stoffen om ons heen. Dus we hopen een inspiratievolle webinar ervan te maken. Goed, gaan we beginnen met het stukje historie. Hoe is de ploeg begonnen? En daar gaat Hajo jullie wat meer over vertellen. En dan ga ik even mijn scherm delen naar de presentatie. En om natuurlijk het heden te begrijpen van de ploeg, gaan we ook een stukje terug naar het verleden, hoe het ooit begonnen is. En dit zijn eigenlijk de eerste coöperanten zijn het eigenlijk, mensen die samen zijn gaan werken om de ploeg op te starten. Het waren eigenlijk landarbeiders die met name in de wintermaanden zijn gaan weven. Dus in de zomer waren ze met land bezig. Voor de coöperatie, voor zichzelf eigenlijk, de inkomsten werden ook gedeeld. Maar daarnaast in de winter hadden ze zoiets van, nou, we kunnen wel iets meer gaan doen en we gaan weefactiviteiten opstarten. En toen gingen ze ook nadenken over een heel mooie logo. En daar komt de naam de ploeg ook eigenlijk vandaan. Dus je ziet hier het allereerste logo. De ploeg is gestart ook eigenlijk in Bergijk, Holland. Daar staat ook heel duidelijk onder. Maar je ziet daar letterlijk die ploeg en ook die landarbeider, boer die dan op de akker bezig is met zijn paard en de ploeg. En daar is de naam de ploeg eigenlijk vandaan gekomen. Je ziet dan ook ja, wat voor stoffen werden er gemaakt. Heel herkenbare stoffen. Dus daar grafische stoffen, dat had te maken ook met de instellingen van de weefgetouwen. Het waren veelal dobby-weefgetouwen, dus eigenlijk krijg je dan ook hele grafische designs. Waar wel eigenlijk heel vaak werd op gelet is de kwaliteit, en dat is nu nog steeds. Dus ja, je ziet het wel staan als je heel goed kijkt in beeld, de lichtechtheid van de ploegstoffen. Nee, dat is tegenwoordig nog steeds een thema natuurlijk. Maar ook de heldere kleuren en het kleurgebruik. Toen al heel herkenbaar, en dan praat ik eigenlijk over de ploeg dateert van 1923.
Dus over 2 jaar zijn we 100 jaar oud. Maar dit is dan in de beginjaren. Daarna, de naoorlogse jaren, toen kreeg je natuurlijk een heel groot inhaalvraag in het moderne horen. En de ploeg moest uitbreiden en had daar niemand anders voor in gedachten dan Gerrit Rietveld. En Rietveld heeft toen eigenlijk voor de ploeg, en dat is de eerste en ook de laatste keer dat hij het heeft gedaan, maar een heel bijzonder fabrieksgebouw getekend. Met hele bijzondere grote sheddaken waarbij dan noorderlicht heel zuiver naar binnen kwam, zodat men ook heel goed de kleuren kon beoordelen. En dit waren de eerste schetsen van het pand. En later in 1956 is het pand opgeleverd. En dan zie je de karakteristieke zaagtandstructuur van de zijgevel. En ja, ook de sheddaken waarbij het daglicht dan naar binnen viel, zodat de wevers, maar ook de ontwerpers, en dus eigenlijk nog steeds met daglicht in heel zuiver noorderlicht konden kijken hoe de kleuren tot uiting kwamen. Hoe zag het pand er van binnen uit? Nou ja, heel karakteristiek. De weefgetouwen die stonden daar. Nou ja, goed, dat zijn dan ook die jaren, begin eind jaren 50, jaren 60, jaren 70. En in de hoogtijdagen in de weverij en alles eromheen waren bij de ploeg in Duikwijk 350 mensen werkzaam. En in die jaren, en dan praat ik over de jaren 60, 70, had je natuurlijk ook het thema goed wonen. Ja, dat is al goed wonen. Sommigen van jullie zullen het nog wel herkennen. Je had dan de doorzonwoning voor achter de raam. En ja, hoe kwam de zon dan ook goed naar binnen? Dan had je mooie gordijnen nodig. Maar ook mensen wilden moderne wonen vooral. En moderne stoffen moesten daarbij passen. En de ploeg had dan ja, moderne stoffen natuurlijk in heldere kleuren. En zodoende kwam dat modern en goed wonen. Ja, iemand had zijn recht. Nou ja, hier ook weer een foto. Een impressie van eind jaren 60, begin jaren 70. Misschien ook wel heel herkenbaar en ook wat je nu in de huidige inrichting ook weer terug ziet. Bijvoorbeeld de stoelen, de modellen, de mushroom van Artivo, heel herkenbaar. Kastje van Pastoe, gordijnen transparante van de ploeg, vloerbedekking carpet van Bessau. Ja, kortom, merken die tegenwoordig ook nog zijn en misschien wel actueler dan ooit weer zijn. Omdat toen juist de goede dingen in het wonen nu ook weer heel herkenbaar zijn. Dus vandaar ook dat de roots en de stappen die we nu, maar daar komen we dadelijk op terug, nu nog steeds maken, heel veel ook met het verleden van de ploeg te maken hebben. Ook de eerste staalboeken van de ploeg, dus ook weer die primaire kleuren, de hele uitgesproken tekening die daarin zat. Daar werden ook externe ontwerpers, maar ook eigen ontwerpers voor aangetrokken om die tekeningen en dessins te maken. Het grafische en het primaire had ik het net ook al over. Dat zie je ook in dergelijke ontwerpen weer terug. Deels zelfs die Mondriaankleuren. Later, in de jaren 60, ging ploeg zich ook meer toeleggen op de meubelstoffen. Daar zie je hier een heel mooi voorbeeld van. Een heel uitgesproken dessin. En dit dessin is ook in samenwerking destijds al met Attivo gedaan. Waarbij je dan ook al ziet op zo'n combinatie dat het dan heel bijzonder oogt. Maarten Visser zal ook bij velen wat zeggen. En Maarten Visser was onderdeel ook van de ploeg van het Spectrum. En het Spectrum, ook de slaapbank van Maarten Visser, ja, daar zat veelal de ploegstof op. En dat zat ook in hetzelfde gebouw toen. En dat was ook onderdeel van werkgemeenschappen Bergijk. En het leuke is, ook het Spectrum bestaat tegenwoordig nog. En in de huidige setting zie je dan ook de nieuwe ploegkwaliteiten, zowel in meubelstof, maar ook in de gordijnen en transparanten. En de huidige interieurfoto's zien er dan op deze manier uit. Na het hele tijdsvak ploeg Bergijk is op een gegeven moment ploeg Aarle Riksel geworden. Ploeg is onderdeel geworden van Hunter Douglas, bekend onder andere van Luxaflex bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig vindt het zijn onderkomen in Aarle Riksel bij Artex. Artex is ook een productiebedrijf. Maar bij Artex hebben we nu meerdere merken, 5 merken, waarbij ploeg eigenlijk wel het in omvang het grootste merk is. En ploeg ook het enigste merk is bij ons de combinatie meubel met gordijnstoffen. En die overname is gebeurd 2008. En hier ook een impressie van het pand in Bergijk, waar de ploeg dus onderdeel van is en tegenwoordig ook haar service verleent. Zowel in ontwerp natuurlijk, als ook service vanuit de binnendienst, service vanuit de magazijnen. En ja, dat is tegenwoordig 13 jaar later helemaal geïntegreerd. En met name de waarde en de roots van de ploeg, die vind je nog steeds terug. En ook in de kwaliteit. En ook in de kwaliteiten. Ja, dat is eigenlijk mijn verhaal, heren. En naar het verleden toe.
Oké, gaan we weer even terug naar de camera. Ja, dan zijn we weer in beeld. We hebben ervoor gekozen om delen van de webinar op te nemen en delen live te doen. Dus dit gedeelte is natuurlijk live. We gaan nu dadelijk ook starten met een gedeelte wat we van tevoren hebben opgenomen. Namelijk dat ik bij de ontwerpafdeling ben langsgegaan om de stoffen en textiel door te spreken en meer kennis daarover te vergaderen. Dus we gaan een filmpje instarten. Het is belangrijk dat je van tevoren even dempen, opheffen, klikt. Want het kan zijn dat het geluid niet werkt. En klik dan links, rechts, bovenin per scherm anders even op dempen, opheffen. Dan heb je ook het geluid erbij, want we spreken uiteraard daarin. Zijn we zo weer bij jullie terug. Nou, leuk dat ik vandaag bij jullie mag aanschrijven. Ja. Ik ben heel benieuwd naar alle meubelstoffen en de textielkennis die jullie hebben. Dus laten we bij het begin beginnen. Wat voor materialen hebben we hier voor ons? Nou ja, zoals je ziet hebben we hier een hele hoop stoffen in onze collectie. En in de basis gebruiken wij eigenlijk twee soorten materialen waar we veel mee werken. Die kan je opdelen in natuurlijke materialen en synthetische materialen. Als we het over natuurlijke materialen hebben, dan hebben we aan de ene kant het dierlijke materiaal, maar ook de plantaardige. En bij dierlijke materialen hebben we wol, maar ook zijde. En zijde gebruiken we in de meubelstoffen eigenlijk niet. Maar wol is bijvoorbeeld hier in de veldwol heel veel te zien. In de ploegwol heb je die altijd. En je voelt het ook altijd aan het materiaal dat er wol in zit. Panna zit veel wol in. Het is een materiaal wat we bij ploeg eigenlijk vaak juist gebruiken. En daarnaast hebben we ook een linnen, wat als plantaardige vezel wordt gebruikt. En dan hebben we deze bijvoorbeeld, de Everest. Daar zit deels linnen in, omdat meestal gebruik je dat in een combinatie aan bijvoorbeeld in deze stof, de weer. En dan hebben we nog synthetische stoffen. Ja, nou die liggen wat meer aan deze kant. Bijvoorbeeld bij synthetische stoffen kun je denken aan volsynthetische stoffen en halfsynthetische stoffen. Bij volsynthetisch dan denk je bijvoorbeeld aan Trevira, zoals hier de grape of de olive. Maar je kan ook denken gewoon aan een polyestergaren. Maar bij halfsynthetische garens, dan heb je het over een natuurlijk materiaal wat een kunstmatig tot een vezel is gebracht. Bijvoorbeeld een lyocell of een viscose. Dat eigenlijk. Dus je hebt dus natuurlijke materialen en synthetische materialen. En er is van beide wat te zeggen. Het heeft beide een andere optiek. Het heeft beide een andere kwaliteiten van slijtvastheid en noem maar op. Dus het heeft allebei zijn charmes. Nou, wat is dan het voordeel van een mooie bol bijvoorbeeld? Wol is iets waar ploeg natuurlijk best wel onbekend staat, waar we door de jaren heen heel veel gebruik van maken. Omdat wol is best wel een heel mooi materiaal, een heel puur materiaal. Maar ook een materiaal dat heel sterk is, het pluist niet zo snel, het neemt niet zo snel vocht en vuil al op. Het voelt heel behagelijk, het is warm, het is gewoon een sterk materiaal. En het kan het in heel veel mooie kleuren maken. Wol, leent zich daar heel goed voor. Ja, werkt goed aan. Ja, dus wij zijn beide wel fan van het materiaal wol. En wol is daarbij ook een natuurlijke brandwerend materiaal. Ja. En dat is vaak bij natuurlijke materialen niet zo. Ja, en dat is wel echt een pluspunt bij wol. Ja, dus ook vaak wollenstoffen zijn vaak ook bruikbaar in projecten. En wat zijn dan de voordelen van synthetische stoffen? Nou, bij synthetische stoffen heeft het als voordeel dat we vaak Trevira CS-garens gebruiken. En Trevira staat erom bekend dat het brandvertragend is. En het voordeel daarvan spreekt eigenlijk voor zich. Het is gewoon daardoor een veilige stof. Ja. Zoals ik net al zei, de grape. Daar zitten bijvoorbeeld Trevira-garen in. En ook de olive, die hier ook liggen. Maar we hebben ook stoffen die gewoon van normaal polyester zijn. Zoals hier, de polster. Zoals deze stof. Hier hebben we nog een polyester liggen. Dit is ook een polyester, de front hier. Waarom gebruiken we dat nou? Polyester staat er gewoon op bekend dat het super sterk is. Beperkte vochtopname. Je kan het heel goed kleuren. Het is heel goed, heel kleurecht. Dat is dan natuurlijk een voordeel ten opzichte van de natuurlijke materialen. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk elk materiaal heeft zijn voordeel. En zo ook synthetische garens. En combineren jullie dan met materialen? Ja, dat doen we wel vaker. Bijvoorbeeld bij deze stof, de Everest. Mm-hmm. Wat we hier doen is eigenlijk meerdere garens met elkaar mengen, zodat je van beide de positieve goede eigenschappen hebt. Dus je ziet hier ook dat er een heel mooi menging ontstaat door die samenstelling. En dan hebben we ook nog deze bijvoorbeeld. Oh ja, de birk.
Birk is daar ook een goed voorbeeld van. Dat is ook een stof waar meerdere vezels door elkaar gemengd zijn in het gaar en waardoor die dus een hele rijke optiek krijgt. Vaak mengen we materialen deels voor de optiek, maar ook deels voor zodat je van alle materialen de goede eigenschappen kan pakken. Bijvoorbeeld wanneer je wol met polyester mengt, dan krijg je de zachtheid van de wol en de stevigheid van de polyester. En zo kan je een zo optimaal mogelijke stof creëren. Nou, ik zie hier allemaal heel veel mooie materialen, maar hoe komt het nu dat er dan zoveel verschillende texturen zijn? Nou ja, behalve dat we veel verschillende materialen gebruiken voor het maken van onze stoffen, gebruiken we ook heel veel diverse type garens. En dat verschilt van een slupgaren tot een superstrak getwijnd garen, een chenillegaren of een boucleegaren. En hier hebben we een aantal voorbeelden liggen. Nou, misschien moeten we op die laatste ingaan, want je zei net bouclee. En hier ligt bijvoorbeeld van Monza Melange en daar zit een boucleegaren in. En bouclee is eigenlijk een garen dat twee materialen getwijnd is. Twijn is dat je twee garen samen draait. En de ene die is heeft wat minder spanning dan de andere, waardoor je een soort gebobbeld effect krijgt, om het maar simpelweg uit te leggen. En daardoor krijg je een heel echt dat bouclee effect, echt dat wollige, korrelige, bobbelige effect in de stof. Okay. En je hebt bijvoorbeeld een reden om garens te mengen is ook om er een meer kleurig garen van te maken. Hè. Dat zie je dan bijvoorbeeld weer in zo'n stof als de Oregon. Zie je echt de veelvoudigheid van kleuren. Dat komt dan ook terug weer in het garen. Zoals je hier ziet, de Everest, die hadden we net ook al, had Floor net ook al even benoemd. Hè, dat daar dan weer een mix van heel veel materialen in het garen zitten, waardoor je ook weer een rijke menging krijgt, waardoor het ook weer een hele andere optiek krijgt. Dus zo kan je op heel veel verschillende manieren een garen twijnen en daardoor telkens een andere optiek in je stof krijgen. En vaak ook het voordeel van die gemengde samenstelling is in een garen, dat ze altijd anders aanverven. Dus daarom krijg je ook dat heel mooi dat multicleur effect op een subtiele manier. Mm-hmm. En hier heb je bijvoorbeeld een chenillegaren liggen, dat is gebruikt in de mos, super zacht. Het is eigenlijk dezelfde techniek als gebruikt wordt met een vloer, dat is eigenlijk door allemaal lusjes die dan afgeschoren worden. En zo is dat garen dan ook gemaakt. Dus daardoor krijg je eigenlijk de pol die steeds een beetje omhoog hebt en dan krijg je een heel zacht effect op je stof. Mm-hmm. En toch minder egaal dan een vloers. En dat maakt hem ook dan weer wat meer speciaal. Hier hebben we bijvoorbeeld een wolgaren liggen en dat is waar we eerder over vertellen, een van onze hoofdgrondstoffen die we gebruiken in de stoffen. Dus die alleen maar wol? Ja, dit is puur wol. En hier hebben we een slupgaren liggen. Een slupgaren houdt in dat hij een soort verdikkingen heeft af en toe in het garen. Dus dan is hij soms wat smaller en dan wat dikker. En wat ook heel speciaal is daarbij nog aan dit garen, is dat hij is getwijnd met een andere garen eromheen. En daardoor krijg je weer dat twee kleur effect. Mm-hmm. En ook hierin heb je dan dat die allebei die grondstoffen anders aanverven. En dat je daardoor ook die twee kleuren hebt in één stof. Dit is een wollige en een polyester. Ja, klopt. Ja. 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 En dan dat lichte garen is de polyester en de grijze is dan in dit geval de wol. Ja. En ook in het grijze garen zie je heel duidelijk de slup. En met deze garens worden dan vervolgens stof geweven. Ja, dat klopt. Weven dat gebeurt natuurlijk op een weefgetouw. Een hele grote machine waarop allerlei garens gespannen zitten en waar dan telkens een schietspoel doorheen gaat die daar het garen of de stof maakt. En dat kun je doen op verschillende manieren. Eigenlijk hoe de garens op de machine bewegen, die bepaalt ook weer de structuur en de optiek van de stof. En de manier waarop de machine werkt, daar voer je een binding in. En een binding, daar aan de hand van de binding kan je zien hoe een stof vervolgens eruit ziet. En wat bindingen betreft heb je een aantal basisbindingen, waaronder de platbinding. Dat is eigenlijk de meest simpele binding die bestaat en dat zie je in onze ploegwol. Dat betekent dat telkens één draadje omhoog, één draadje omlaag. Dus je krijgt helemaal kruislinks geweven een stof. Ja, de volgende in dat rijtje van de basisbindingen is de Panama-binding. Dat is bijvoorbeeld bij de Panama van onze collectie. En wat daar gebeurt is, in plaats van 1 om 1 gaan ze 2 om 2. En zo heb je dan weer de Panama Plus. En die gaat dan weer 3 om 3. En zo krijg je eigenlijk met de basisbindingen dat ze stapje voor stapje net een andere optiek in de stof creëren. Ja. En wat ook een heel bekende binding is de keperbinding. Die kennen we onder andere van spijkerbroekstoffen. En wat zo kenmerkend is aan een keper is dat je een diagonaal effect krijgt. En het is een hele echt een klassieker, een basisbinding. Welke stof is dit? Dit is de Bergen. En die heeft die keperbinding. Die heeft een keperbinding, waardoor je een diagonaal streepeffect krijgt in de stof. Ja. En de ploegwol heeft bijvoorbeeld een platte binding. Ploegwol
heeft een platbinding en Panama heeft, zelfsprekend, een Panama-binding. Ja. En dan kan je er ook altijd nog voor kiezen, want bijvoorbeeld de ploegwoel is in het geval van deze kleur opgebouwd met één kleur. Maar je kan ook zeggen, nou, om en om een andere kleur. En op die manier krijg je dan ook weer een ander beeld in je stof. Ja. We hebben dus net een aantal de basisbindingen besproken, maar we hebben ook een velours. Dan hebben we hier de Lucia liggen. En wat ik net al vertelde over de techniek van een chenillegaar is eigenlijk dezelfde manier als ook een velours wordt gecreëerd. Dus door het middel van het weven van lusjes. En die lusjes worden dan later afgeschoren. En daardoor krijg je dat hele fijne, vloeiende, gladde, harige effect. Het zachte effect eigenlijk. Ja, precies. En een velours kan je altijd in verschillende materialen maken. Dus je kan bijvoorbeeld een vloer maken van wol, maar het kan van polyester zijn, het kan van trevira, maar het zou ook kunnen van bijvoorbeeld een speciaal garen zoals een zijde. Je kan daar van alles mee. Nou, we hebben net allerlei bindingen besproken waarmee je mooie uni-stoffen krijgt en daar bestaat onze collectie ook grotendeels uit. Maar er is ook één manier van weven en dat noemen we chacar weven, waarmee je patronen kunt maken. En een bekend voorbeeld daarvan is de Nevada. Je ziet ook dat dit niet in de unie is, maar dat er echt iets in gebeurt in die stof. Er zit echt een patroon in. Met verschillende garens. Ja, ook met verschillende garens in dit geval. Maar dus je krijgt een hele rijke stof daardoor. Ja. Ploeg heeft natuurlijk een super uitgebreid kleurbeeld. Hoe worden die kleuren nou geverfd? Nou, we beginnen eigenlijk altijd aan de hand van een sfeerimpressie waar we de collectie mee willen dragen. Dus dan kijken we naar welke kleuren vinden we nu belangrijk in het trendbeeld, in het interieur van nu passen. Maar ook, wij hebben naast de meubelstofcollectie ook gordijncollectie. Dus we willen dat dat dan ook met elkaar mengt en past. Dus dat je dat ook eventueel zou kunnen combineren. En er zijn twee technieken hoe je je stoffen een kleur kan geven. En dat is door middel van stukverf of trocarenverf. Nou, stukverf betekent eigenlijk, hebben we hier een voorbeeld van, dat je het algeboven stof doe je in een verfbad. Dan geven wij op welke kleur wij willen en dan doen ze het helemaal compleet verven. En in dit geval is het een bicolor aangeverfde stof en dat betekent dat doordat de combinatie van garens, van materialen in de garens, ervoor zorgt dat je eigenlijk twee tinten krijgt in je stof. Dat pakt altijd net een beetje anders uit als je wil en kan heel verrassend werken. Maar juist daardoor krijg je die extra diepte die je dan in de stof hebt. Ja, dus die twee verschillende garens pakken alles. Die verven anders aan. Ja, een polyester die lichter en de andere gaat het donkerder. Ja, de verf pakt bijvoorbeeld op een polyester beter dan op een linnen, noem ik maar. Ja. En dan krijg je altijd net een ander effect. Oké. En je, wat je net al terecht noemde, je hebt natuurlijk ook garenverf. En bij garenverf wordt niet na het weven de stof gekleurd, maar krijgt juist het garen een kleur. En wordt met dat al gekleurde garen wordt er een stof geweven. En de vestwol is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. En daar zie je ook heel erg dat er telkens drie kleuren garens in een stof terugkomen. Dus je ziet het ook, er zit hier een rood, er zit een blauw. En er zit nog een iets andere tint blauw in, waardoor je juist ook weer een ander effect krijgt. Hier wordt het heel erg een unikleur en hier wordt het een menging van kleuren. Oké, dan is een stof geverfd. Is dan een stof klaar of wat gebeurt er dan mee? Nou, meestal na het weven van een stof en na het verven, dan krijgt een stof nog een finish. En dat kan je doen om verschillende redenen. Soms is het om een stof zachter te maken. Het kan zijn om een stof antistatisch te maken, om hem steviger te maken. Om hem bijvoorbeeld glanzend te krijgen. Om heel veel redenen kan je een stof een finish geven. En we hebben daar verschillende voorbeelden van. Ja, hier hebben we bijvoorbeeld het glanzend maken van een stof. Dit is de stof De Ruig die bij ons in de collectie zit. En wat hier gebeurt is dat de stof is gekalanderd. En kalanderen wil zeggen dat je er met een soort hete wals overheen gaat. Waardoor je een gladder en glanzender oppervlak krijgt. En daardoor voelt hij ook anders aan dan bijvoorbeeld een niet gekalanderde stof. En heeft hij een zachte glans gekregen. Dat was de stof De Ruig was dat. Ja, ja. Dus mensen thuis kunnen dan even misschien de stof erbij pakken. Ja. En dan zie je ook de verschillende finishing. Ja, precies. Ja. En dan hebben we hier de veldwoel. Die hebben we net ook al een paar keer besproken. En dit is een verveelde stof. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk een gewoven stof die daarna nog een effect krijgt, waardoor die dit gladde, gemengde oppervlak krijgt. Dus dan lijkt het eigenlijk net alsof die niet eens geweven is, maar dat is die in de basis wel. Ja. Dan hebben we hier bij Mout hebben we er ook nog eentje, met ander soort finish. Ja, het is eigenlijk niet echt een finish, maar meer een nabewerking. Dit is de bolt. En dat is eigenlijk wel grappig om die te vertellen na de veldwoel. Want dus het veldwoel is hier samen met een vulmateriaal, met een daakgrondvlies.
is dat samen gestikt. Dus hier is een patroon doorheen gestikt, waardoor je echt een volumineuze stof krijgt met een 3D-effect. En dat is dan eigenlijk ook een finishing. Ja, eigenlijk is het geen finishing, maar is het meer een nabewerking. Maar ja, kunnen we ook benoemen. Ja. Oké, leuk. En jullie hebben natuurlijk naast meubelstoffen ook gordijnstoffen. Zijn die dan goed te combineren of samen toe te passen? Tijdens ons ontwerpproces natuurlijk gordijnstoffen en meubelstoffen worden tegelijkertijd ontwikkeld. En we proberen altijd ervoor te zorgen dat gordijnen en meubelstoffen in principe veelal samen gebruikt of samen ingezet zouden kunnen worden. Dus dat je echt een heel interieurplan kan maken. Dat je bank en je gordijn en noem maar op, alles wat je gebruikt zou in principe met onze stoffen mooi gecombineerd kunnen worden. Een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Solid, een echt net een nieuwe stof. En wat hierin opvalt is dat we voor een heel uitgebreid kleurpalet hebben gekozen. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje hier op tafel, dat in de meubelstof hebben we ook een heel gevarieerd palet. Dus je kan zeggen voor ieder wat wils, maar ook heel veel mogelijkheden om te combineren. Die blauw past weer mooi bij deze blauw. Ja, bijvoorbeeld. Of dit zou hier, bijna één op één sluit het aan. Maar ook juist in zijn dieptes, in de tonen, en zou het heel goed combineerbaar moeten zijn. Okay. Dat vinden wij tijdens het ontwerpproces erg belangrijk, dat je echt één stijl neerzet binnen je stoffen. Ja. Hebben we ook een andere stof in onze collectie die heel erg grafisch is en ook heel strak. En ook heel mooi strak glad recht hangt. Dat is de mesh. En dat is een stof die dus juist door zijn vierkante netbinding eigenlijk past heel erg qua beeld bij bijvoorbeeld de front. En dit is een grafische stof. Ja, een grafische stof. Die hangt dus ook wat rechter, wat strakker. Die zou je kunnen zeggen van die is heel erg geschikt in misschien bijna wat openere ruimtes. Dat je hem niet alleen voor je gordijn kan inzetten, maar ook op andere locaties. Mm-hmm. En dat is af te scheiden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, een soort humidifier bijvoorbeeld. En hij hangt echt super in de waveblowing. Dan heb je echt heel mooi die glooiende golven in dit doek. Eigenlijk het tegenhanger van de mesh, wat dan ook het vierkante heeft, maar dan en het openen op een totaal andere manier, is de hollow. En de hollow heeft juist weer een bouclé garen, wat hem heel mooi, levendig en natuurlijk maakt. Hetzelfde type garen wat je ook in de Monza Melange en in de Monza terug ziet komen. En ook hier zie je weer dat kleuren matchen met kleuren die we in de meubelstoffen hebben gebruikt. En bouclé is natuurlijk een hele grote trend op dit moment. Dus hoe leuk is het als je bouclé in gordijn kan doen, maar ook op je meubel bijvoorbeeld. Het geeft een hele warme, behagelijke sfeer in je interieur. En ook wat betreft materialen hebben we natuurlijk binnen meubelstoffen hebben we heel veel soorten materialen. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor gordijnstoffen. Ook daar heb je synthetisch en natuurlijk. En qua optiek heel veel verschil. En zo heb je bijvoorbeeld ook de ceder. Dat is een stof die al wat langer in collectie is. En daar zit heel veel linnen in bijvoorbeeld. Dat is een favoriet, hè? Ja, het is wel een favorietje. Die heeft een hele losse binding. Echt gewoon een hele karakteristieke stof. En ook dat zou je dan bijvoorbeeld misschien weer eerder combineren met een Monza, met een Everest, met een stof die, of met een birk bijvoorbeeld, die ook echt dat hele natuurlijke effect ook in zijn optiek heeft. Ze kan je een hele andere stijl neerzetten. Heel veel natuurlijke materialen in, net als... ook echt een heel natuurlijke stof, ja, absoluut. Ja. En ook dat multicolor effect komt ook weer heel erg naar boven vanwege de natuurlijke vezel. En dat maakt hem ook wel heel bijzonder. Ja, ja. Maar is de combinatie maken met bijvoorbeeld die groene, zie je daar heel mooi dat deze terugkomen. Deze bedoel je? Ja, of de bovenste. Ja, stel je zou dit, je kiest bijvoorbeeld voor je gordijn, wil je het wat zachter houden, kies je bijvoorbeeld een hele zachte groene tint. Maar dan kan je misschien kiezen voor op je meubel, wil je dan misschien wel even knallen met een wat fellere groen. Of misschien ga je juist de natuurlijke kant op door bijvoorbeeld zo'n Monza te kiezen die juist heel naturel is. Je kan eigenlijk meerdere kanten op. Je kan het heel uitgesproken maken, je kan het ook juist heel zacht en natuurlijk en tijdloos maken. Ja. Ja. Ja, en zo hebben we bijvoorbeeld ook de korn, een stof die we ook al heel lang in collectie hebben. Wat je ook hierin ziet, het weer een heel uitgebreid kleurpalet. Wel iets natuurlijker dan wat we bijvoorbeeld zojuist bij de Solid zagen. Het past ook beter bij de optiek van de stof. En als ik deze nou met iets zou mogen combineren, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden. Ja, jij pakt de goede eruit. Stel nou, zo'n Panama Plus is bijvoorbeeld leuk omdat er heel veel verschillende garens in zitten. Maar stel je kiest nou dat roze garentje wat hierin zit, bijvoorbeeld met een gordijn wat daar weer aansluit. Dan heb je wel weer een leuk bruggetje naar je meubelstof. En dan maakt het een spannende combi waarin de een wel iets minder uitgesproken is in zijn kleur, maar wel weer in structuur. En de andere is weer wat meer uni,
Hij heeft juist heel erg die kleur en dan maakt het een goede combinatie samen. Nou, super bedankt voor jullie uitleg. Ik vond het super inspirerend om de verschillende stoffen te zien en de textielkennis erachter te horen. En, nou, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, vond het heel leuk dat je er was. Ja. Hopen dat wij ook de mensen thuis enthousiast hebben kunnen maken. Daar gaan we voor. Ja. Zijn we weer terug live hier. Hopen dat jullie het een inspirerende video hebben gevonden. We zagen al wat vragen binnenkomen van kijkers. Die willen we toch alvast even behandelen. Namelijk, Dinsk vroeg, is er verschil in onderhoud van de verschillende types stof? Hij kan er wel antwoord. Daar kan ik wel wat op toelichten inderdaad. Verschillende types stof heb je met name over de samenstellingen natuurlijk. En ook natuurlijke samenstellingen zoals wol en misschien wol, polyesters. Of polyesters. Eigenlijk in de basis is het continu het gelijke. Je hebt eigenlijk onderhoud en vlekkenverwijdering. Onderhoud is voor alle stoffen eigenlijk op meubelstoffen vrijwel gelijk. Dat wil zeggen, je doet dat heel veel door wekelijks te stofzuigen. En vlekkenbehandeling is het uitermate belangrijk dat je in principe met een handdoek en water werkt. Die handdoek erop leggen, vlek laten intrekken, handdoek laten drogen. Heb je daar de tijd niet voor, dan alleen met water en handdoek werken. En kom je er dan niet uit, dan verwijzen we altijd naar Jim's vlekkenwater. Dat is een neutraal middel en daarop zijn al onze stoffen ook getest. En in 9 van 10 gevallen ben je dan ook je vlekken kwijt. Dus eigenlijk op de vraag. Het is eigenlijk relatief simpel. Als je maar geen agressieve middelen gebruikt en je doet je onderhoud met stofzuiger netjes, dan is het eigenlijk in principe voor alle stoffen gelijk. Ja, want Karel vraagt dan ook of we nog aqua clean stoffen in de collectie gaan krijgen. U zegt aqua clean als term mij niet direct iets, maar het zal ongetwijfeld een finish zijn. En zoals er wel meer finishes zijn op meubelstoffen, waarbij als er vloeistoffen opkomen, dat het bijvoorbeeld afparelt. En wat ik ook heel vaak tegenkom, is dat er bijvoorbeeld achteraf een finish wordt opgebracht. Dat kan een Protex zijn, dat kan iets anders zijn. En eigenlijk zeggen wij van onze stoffen van, doe dat alsjeblieft niet. Want zeker met volle kwaliteiten, bijvoorbeeld Trivira CS, die hebben van zichzelf al hele goede eigenschappen. En met name wol is al van nature vuil afstotend. En ja, natuurlijk hebben we soms wel wat kwaliteit waar bijvoorbeeld katoen in zit of linnen. Dan doen we het zelf alleen in de finishbad. Maar om het achteraf op te brengen, zijn we eigenlijk geen voorstander van. We willen juist die hele natuurlijke greep, die zachtheid van de stof behouden. Dus ook de natuurlijke eigenschappen. Maar aqua clean lijkt me inderdaad een soort finish waarbij je dan inderdaad meer een soort van, ja, dat die vlakken makkelijk te verwijderen zijn. Maar laat ik het zo zeggen, ook op onze de ploegstoffen in 9 van de 10 gevallen. Zijn vlekken heel eenvoudig te verwijderen. Mensen hier netjes aan de regels over. Oké, dan wil ik nog even de vraag van Suzanne beantwoorden. Morgen ontvangen jullie de replay van deze webinar, dus dan kun je hem nog een keer helemaal terugkijken. En ook zijn onze filmpjes allemaal op het YouTube-kanaal bij Mijn Artex. Dus als je zoekt op YouTube bij Mijn Artex, daar zijn alle filmpjes online. En dan kun je dan nog een keertje terugkijken. Goed, dan gaan we het nu hebben over het technische aspect inderdaad van hoe we onze stoffen testen en het technische onderdeel. Dit is wederom een filmpje, dus let erop dat je het geluid opheffen klikt, zodat je ook de stem eronder hoort. Daar komt hij aan, zijn we zo weer terug. We selecteren onze materialen met zorg en testen de kwaliteit bij het ontwerp- en ontwikkelproces. Zo kan elke stof worden voorzien van een onderhoudsadvies en kunnen de kwaliteit waarborgen. Voordat een stof bij de klant komt, testen we de slijtweerstand en de naad- en schuifweerstand. Maar ook pilling, krimp, lichtechtheid en de vlamvertragingheid worden getest. Testen doen we bij een extern laboratoria en testresultaten zijn transparant en opvraagbaar. Een aantal van deze testen zal ik nu iets meer toelichten. Laten we beginnen met de slijtweerstand. Het is belangrijk om te weten hoe stevig een stof is. Daarom laten we de slijtweerstand van al onze stoffen testen. Dit doen we volgens gestandaardiseerde test genaamd Martindale. Dit is een machinale testmethode waarbij een machine draaibewegingen maakt over de stof. Wanneer 2 tot 3 draden gebroken zijn, wordt er een getal bepaald. Het aantal toeren dat er gemaakt is totdat deze draden zijn gebroken. Dit getal geeft dus aan na hoeveel draaibewegingen een stof slijtage vertoont. En je raadt het dus al, hoe meer draaibewegingen, hoe hoger het aantal en dus hoe steviger de stof. Aan de Martindale-waarde kun je dus zien hoe slijtvast een stof is. Om het overzichtelijk te maken hebben we de waardes onderverdeeld in de volgende categorieën. Tot 6000 toeren is geschikt voor decoratief gebruik.
vanaf 20.000 toeren is een stof geschikt voor normaal gebruik. Vanaf 30.000 toeren ook voor intensief gebruik en bij zeer intensief gebruik adviseren we een stof vanaf 40.000 toeren. Naast de slijtweerstand is ook pilling een belangrijk testonderdeel. Textiel kan na verloop van tijd slijtage vertonen in de vorm van kleine pluisjes en bolletjes. Dit noemen we pilling. De mate waarin een stof neigt te pillen is afhankelijk van de grondstof en garenopbouw. Ook pilling wordt getest via de martendeelmethode. Na het testen wordt de stof ingedeeld op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 betekent dat er een grote kans op pilling is en 5 betekent dat er bijna geen kans op pilling is. Kortom, hoe hoger de pillingwaarde, des te beter de stof. Ook testen we of onze stoffen verkleuren onder invloed van licht. De lichtechtheid van de stof is erg afhankelijk van het gebruikte materiaal en de gebruikte verfstoffen. Het is onvermijdelijk dat textiel verkleurt, maar de mate waarin proberen we zo klein mogelijk te houden. Om te testen hoe sterk een stof verkleurt, maken we gebruik van een machine zoals deze. Daarin worden stoffen blootgesteld aan een flinke hoeveelheid licht, waardoor het verkleuringsproces versneld wordt en we na afloop kunnen zien hoezeer een stof zal verkleuren. Lichtechtheid wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 8. Een stof met waarde 1 zal zeer sterk verkleuren en een stof met waarde 8 helemaal niet. Voor een veilige leefomgeving kan het van belang zijn stoffen te kiezen die vlamvertragend zijn. Ook daar testen we onze stoffen dus op. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 verschillende testmethodes: de sigarettentest, de lucifertest en de kriptest. Bij deze laatste wordt de stof om een plank met schuim gespannen. Je kunt dit als ware zien als een gesimuleerd meubelstuk. En je raadt het dus al, hoe meer testen een stof doorstaat, des te brandveiliger de stof is. Op onze website en op onze stalen is precies te vinden welke stof welke testen doorstaat. Terug live. We hopen dat we duidelijk hebben kunnen uitleggen over onze technische aspecten. Je kunt ook altijd nog even achter op de kap kijken. Daar staat ook alle informatie vaak afgebeeld. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust in de chat. Dan proberen we die later in de webinar ook nog te beantwoorden. Dan hebben we het laatste stukje van de webinar. Zijn we bij een stoffeerder geweest, bij NuDesign. En hebben gekeken hoe hij onze stoffen gebruikt tijdens het stofferen proces. Dus dat laten we nog graag aan jullie zien. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Dat vinden we alleen maar leuk. En we gaan later nog de Coda etuietjes verloten onder de mensen die kijken. Dus blijf vooral eventjes hangen. En dan zien we jullie zo weer terug. Ik ben Nico Pie, 41 jaar en jullie zijn nu bij NuDesign. Ik heb de zaak nu 10 jaar. Begin eind jaren 90 ben ik bij Lemmings begonnen. Later ben ik op mezelf begonnen. Heb ik het 50-50 gedaan. Waarom heb je gekozen voor het stoffeervak? Ik ben erin gerold. Dus, en ik dacht van ja, kijk wat ze bij Lemmings doen, kan ik natuurlijk ook. En wat vind je er dan zo leuk aan? Nou kijk, je kunt altijd mensen heel blij maken met een product, met een meubel. Je kunt zelf stoffen uitkiezen, je kunt de bekleding uitkiezen. Je kunt samen met de klant bepalen wat er op die meubel komt. Het is altijd, als je een designstuk hebt, dus het is altijd leuk om aan te werken. Dus je krijgt zoveel voldoening uit het werk. En waarom werk je dan zo graag met de ploegstoffen? Nou, waarom ik heel graag met ploeg werk is, het zijn gewoon kwalitatieve goede stoffen. En kijk, wat ik normaal gebruik, dus wat ze bij Lewis gebruiken, bij Artifol, dat zijn toch ploegstoffen en dat wil je ook aanbieden aan je klant. Nou, wij doen ook heel veel grote projecten, dus voor cafés en voor theaters. En, dat zijn wel de leuke dingen, zeg maar. Leuke projecten, ze hebben de krent uit de pap. En heb je een bepaalde stof die je dan hebt toegepast, bijvoorbeeld op een leuk project dat je zegt? Nou, laatst hebben wij voor een theater hier
In Venlo hebben wij Villano gebruikt. En dat was een groot project. We hebben een flink aantal meters gebruikt. Waar zijn jullie momenteel mee bezig? Nou, we zijn nu bezig met Leonie Spartasjoen. Zoals je kunt zien zijn we hem helemaal opnieuw op aan het bouwen. Debbie is nu bezig met de hoofdsteun van de bank. En die worden in één tint donkerder dan de brei die op de rob komt. Peter is nu met de zitting bezig. Daarna zal hij verder gaan met de romp te serveren. Zoals je kunt zien gaat hij zometeen de achterrug verlijmen aan de romp. Heb je een favoriete stof van de ploeg waar je graag mee werkt? Nou, waar we heel veel mee werken is ploegboel. Een hele fijne stof, goed verwerkbaar. Je kunt hem ook goed stikken. De klanten zijn er heel content mee met die stof. Dus voelt goed aan. Hoe ik up-to-date blijf, dus voornamelijk kijken wat de trend is. Dus kijken op social media, blaadjes, kijken wat de trend is met betrekking tot kleur, tot bepaalde stoffen, wol. En voornamelijk ook veel tutorials van mensen in het interieur. Wat is het meest uitdagende meubelstuk wat je ooit hebt gestoppeerd? Nou, het meest uitdagende is toch wel de Elda van Joe Colombo. Dat is een bepaalde draaivoeten. Maar dat vergt nog wel veel energie om die goed te doen. Een heel intensief werkje is dat. Maar we zijn er nou zo gespecialiseerd in dat ze uit eigenlijk heel Europa naar ons toe brengen. Okay. Omdat wij hebben daar een soort van specialisme in. Wat nu heel veel gevraagd is en wat de trend is, is zeg maar de boucle. En deze hebben we persoonlijk nog niet veel gebruikt, maar die gaan we wel heel vaak veel gebruiken. Daar ben ik niet bang voor. Het is prachtig stof. Leuk. Dan zijn we terug live nu. Hopelijk zijn alle filmpjes duidelijk geweest en alle informatie die we hebben gegeven. Je kunt morgen al de hele webinar terugkijken. En dan krijg je een mp4, dus je kunt ook dan een beetje switchen en doorspoelen in de video. Maud, zou jij nog een stukje willen vertellen over waar je nu mee bezig bent? En Ja, dat wil ik zeker. Het leek me leuk om de kijkers van de webinar alvast een klein tipje van de sluier te geven, inderdaad, van wat in de nieuwe collectie straks komt. In september zullen we die introduceren. Dan komen er weer een aantal nieuwe meubelstoffen ook. Waaronder één hele bijzondere, denk ik. En daar zou ik graag iets meer over willen vertellen. Het wordt namelijk een stof die we ontwikkeld hebben met een garen dat gemaakt is van plastic uit de oceaan. En dat zal sommigen van jullie misschien bekend klinken, want we hebben al twee gordijnstoffen in de collectie een tijdje, waarin ook dit garen verwerkt zit. Maar we dachten, hoe leuk is het nou om met dat garen ook een meubelstof te maken? Dus toen hebben we garen twijn gemaakt van dat plastic garen, of dat gerecyclede garen, samen met een hoge kwaliteit wolgaren, waardoor je een super interessante stof krijgt, die heel erg een klein beetje spiegeleffect heeft, een meerkleurig effect, waarin twee mooie materialen samen zitten, en die dus ook een mooie duurzame stof is. Ik heb hier een stukje liggen, maar ik kan het laten zien, maar ik denk dat het heel moeilijk te zien is op webcam. Misschien kan jij hem laten zien, Marit. Een beetje proberen voor het beeld te houden, maar ja, dat is de reden dat we de filmpjes opnemen, zodat je met de camera eroverheen kan gaan. Maar ja, je ziet een beetje de tweekleurigheid in de stof. Maar goed, als het goed is, komt hij snel in collectie en kunnen jullie hem allemaal horen. Binnenkort komt hij bij jullie een keertje binnen. Ja, en daarom is het gelukkig ook maar goed dat niet alles op beeld getoond kan worden, want de stof moet je altijd wel voelen. En, ja, absoluut. Dat het heel belangrijk is dat dat inhouden, dus voor een fantastische kwaliteit. Zeg jij over dat toch? Iemand vraagt, hoe vaak komt er een nieuwe collectie uit bij de ploeg? Nou, eigenlijk brengen we één keer per jaar een nieuwe collectie. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat van start tot eind, dat je eigenlijk bijna een jaar nodig hebt. Want er komt binnen het ontwerp, zijn heel veel facetten, er komt heel veel bij kijken. En dat strekt zich uit over een periode van ongeveer een jaar. En we vinden ook dat we echt die tijd moeten nemen om de stof zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen het niet te snel doen, we willen echt
gewoon dat een stof helemaal optimaal is en dat hij helemaal eigenlijk perfect is. Dus daar nemen we een jaar de tijd voor. En dus elk jaar komt er een serie nieuwe stoffen. En afhankelijk van waar de vraag naar is en wat we denken dat er in deze tijd nodig is, dat brengen we dan. De ene keer kan dat een tourbieren zijn, de andere keer is dat een nieuwe wol. En weer een andere keer werken we aan een duurzame ontwikkeling. Dus net ook waar de markt om vraagt, waar we denken dat er nodig is in de collectie. Ja. En nu komen we na de zomer met drie nieuwe kwaliteiten. Ja. En normaal is het moment eigenlijk altijd voor ons rond januari de Wilbeurs Keurlo. Maar goed, in de huidige tijd is het net iets anders allemaal. Maar nu hebben we gekozen als we direct na de zomerperiode dan drie hele nieuwe kwaliteiten weer te brengen. Ja, dus een klein beetje over een andere periode uitgestrekt. Ook vanwege de COVID-situatie waar we ook in zitten eigenlijk. Maar helaas niet. Ja. Even kijken, volgens mij wat dat de vragen voor nu. Blij dat jullie maar één keer per jaar met de nieuwe collectie is. Hoe blijft het ook spannend en relevant? Nou, kijk, dat is fijn om te horen. Ons bij jou. Ja, fijn om te horen. Nou, je ziet net ook al in de filmpjes hoe vaak, hoe uitgebreid we de stof testen. Dus dat heeft natuurlijk ook gewoon allemaal tijd nodig. Dan willen we graag nog drie mooie Coda etuis aan jullie verloten, aan degenen die hebben meegekeken. Coda Amsterdam maakt accessoires van de ploegstoffen. Een heel erg leuk merk, dus google het vooral eventjes. En dan ga ik eventjes kijken wie er allemaal heeft gekeken en daar iemand uitzoeken. En dan kom ik uit bij Katelijne van der Landen. Gefeliciteerd, deze is voor jou. En dan scroll ik verder. En dan kom ik bij Edwin van Ginkel. Deze is voor jou. En Robine Stender. Deze is ook voor jou. Dus gefeliciteerd met je prijs. We gaan zorgen dat deze naar je toe komt. En mocht je zelf contact willen nemen met de vertegenwoordiger, is dat altijd natuurlijk ook fijn om even de adresgegevens te krijgen. Goed, volgens mij zie ik nu verder geen vragen meer. Hebben jullie nog op- of aanmerkingen wat je graag nog wilt vertellen? Nee, ik hoop eigenlijk dat alles wat we de afgelopen uur verteld hebben duidelijk is. En ja, mochten er vragen zijn, stel ze nog gerust. Maar je kan ze ook achteraf nog een keer een mailtje sturen of een belletje. Ja, ik hoop dat het allemaal duidelijk is geweest. Ja, we willen vaker webinars gaan geven om jullie mee te nemen in het ontwerpproces. Er zijn ook van de gordijnstoffen webinars van de ploeg Candix, Artelux, Your Edition en Love 79. Dus hou vooral daar je mail van in de gaten dat je daarvoor inschrijft. En anders kun je ze later nog allemaal terugkijken op ons YouTube kanaal Mijn Artex. Daar staan alle filmpjes staan daarop. Dus dan kun je in je eigen tijd een keertje terugkijken. Goed, voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Bedankt. Bedankt. Ziens. Dag.